De gemeente is deze zomer begonnen met de verbouwing van sportzaal De Venne in Drunen. Naast het nodige onderhoud heeft de gemeente ook andere plannen met de sportzaal. We willen verduurzamen. Dus je moet je voorstellen dat er eigenlijk een grote schil om het gebouw heen wordt gemaakt. En dat we ook alle installaties aanpassen, waardoor we van het gas af kunnen en ook klaar zijn voor de toekomst. Een warmtepomp gaat ervoor zorgen dat de sportzaal van het gas af kan. Daarnaast worden er nog zonnepanelen geplaatst en wordt het gebouw helemaal geïsoleerd. Mede daarom is de verbouwing tot nu toe ingewikkeld geweest. Ja, doordat die dakconstructie en doordat het in de vakantie moest plaatsvinden in een aantal weken. Het is maar een aantal weken dat de gymzaal niet in gebruik hoefde genomen te worden. Dat scholen dicht waren en de sportclubs er niet gebruik van konden maken. Maar ze maakte het wel bijzonder. En dat maakt het extra bijzonder dat het zo'n heel slecht weer is geweest in de zomer. Daar hadden we niet op gerekend. De gemeente investeert nu veel geld om daar later profijt van te hebben. Maar het totale bedrag is 1,6 miljoen. Dus ik denk dat de gemeente heus voor alle gebruikers een flinke som geld daarin investeert. Maar dat het ook zeker het waard is. We hebben een hele goede bezetting. De school maakt er overdag gebruik van. Er zijn heel veel kinderen, ouderen, mensen uit Drunen en omgeving die dit pand gebruiken. Dus dat zal wel jaren kosten om dat, de investering terug te verdienen. De vraag is ook of het helemaal lukt, maar het is wel zo dat we daar dus goedkoper uit zijn. Ja. De verbouwing van Sporthal De Venne is onderdeel van het project van de gemeente Heusden om 11 gebouwen in de gemeente te verduurzamen. Hieronder vallen onder andere zwembad Die Heigraven, sportzaal De Kubus, het gemeentehuis in Vlijmen en dus sportzaal De Venne. Ja, we proberen dus al die panden te verduurzamen, klaar te maken voor de toekomst en te zorgen dat de gebruikers daar zo weinig als mogelijk last van ondervinden, maar wel nog tientallen jaren dat pand fijn kunnen gebruiken. De verbouwing van sportzaal De Venne wordt in de herfstvakantie afgerond.